So many have asked me to do this, an entire Webbeat episode in Dutch. Nou, hier is hij dan, Webbeat TV in het Nederlands. Zo, dat wil even wennen. Spreek eigenlijk nooit Nederlands voor de camera. Maar goed, één keer moet de eerste keer zijn. Dus vandaag neem ik een kijkje naar bekende en handige websites van Hollandse bodem. Nederland mag dan wel een klein landje zijn, maar onze tech scene doet het niet slecht. Alhoewel, als je kijkt naar de Google Top 1000, zijn er maar twee Hollandse sites. Marktplaats en Hives, uiteraard. Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat Facebook de populariteit van Hives overneemt, maar dat is een show op zich. Grote Nederlandse merken doen het goed in het buitenland. Eén woord, Heineken. Het? Geweldig! Heineken heeft de afgelopen jaren heel veel succes gehad met populaire reclames zoals deze. En de brouwerij mag zich officieel de populairste brouwerij op Facebook noemen met meer dan 1 miljoen likes. Hoe zeg je dat eigenlijk in Nederlands? Likes. Ik vind dit leuks. Ik weet het niet, maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. En we hebben natuurlijk ook ons eigen YouTube-sterretje, Esmee Denters. Staring at the blank page before you. Open up the dirty air. Let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance. So close you can almost taste it. Release your inhibitions. Feel the rain on your. Ze is jammer genoeg niet zo'n grote hit geworden als de Canadese YouTube-star Justin Bieber. Alhoewel zijn haar zo wat beroemder is dan hij zelf. Maar goed, mevrouw Denters, een contract met Justin Timberlake, een bezoekje aan Oprah. Niet slecht, Esmee. Ik wil best ruilen. Back around. Yeah. She sings my song better than me. No, that's not true. En Nederlands grootste site voor alles wat met computers, consumentenelektronica en andere technologie te maken heeft, is uiteraard Tweakers. Van oorsprong is Tweakers een hardware site, ontworpen voor mensen die computers tweaken. Maar ze hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld naar ook software, internet en IT-onderwerpen. Ook erg interessant is frankwatching.com of frankwatching.com. En deze site net ontdekt en heb al verschillende interessante artikelen gelezen over internettrends en tips. Kan natuurlijk ook niet anders met meer dan 250 experts achter deze site. Zeker een website die ik vanaf nu regelmatig ga checken. I'll be watching you, Frank. Frank. En ik heb ook een echte Hollandse viral video gevonden. Niet nieuw, maar wel erg leuk. Dit is voetbaltalentje Beer. Ja, zo heet hij. Kan hij ook niks aan doen. 1 jaar en deze video werd een heuse internetsensatie. Maar deze talentvolle kleuter trok niet alleen aandacht online. VVV Venlo zag de video en bood Beer een 10-jarig contract aan. Een symbolisch contract dan wel, maar toch. Berengoed. Sorry, ik kon het niet laten. En de website van de dag is... Nou, eigenlijk zijn het meerdere sites. Ja, ik doe nou wel heel gek. Dus, ik woon al bijna 7 jaar in Amerika en ik gebruik niet veel Nederlandse websites. Behalve natuurlijk als ik naar Nederland kom of een cadeau wil kopen voor familie in Nederland. Een van mijn favoriete sites is dan ook nachtjeweg.nl of weekendjeweg.nl. Hetzelfde concept, lekker goedkoop verblijven in een mooi hotel. En een andere site die je veel eurootjes kan besparen, vakantieveilingen.nl. Mijn pa en zus gaan deze zomer een paar dagen naar de Ardennen voor 6 euro per nacht. Of zo, echt belachelijk goedkoop. Gewoon op je eigen vakantie bieden. Het maakt vakantieboeken niet alleen financieel aantrekkelijk, maar ook spannend. Ik heb nog geen Amerikaanse website gevonden met hetzelfde concept waar het bieden zo makkelijk is. En dat was het alweer. Ik weet het iets korter dan je gewend bent, maar deze ondertitelingen... zijn veel werk en 3 keer raden wie het mag vertalen en ondertitelen.
Juist, ja. Dus, ik hou op met praten. Leuk dat je keek. En wie weet, als dit een beetje aanslaat, doe ik misschien wel vaker een webbeat in het Nederlands. Dus, beste Dutchies, laat me weten wat je ervan vond op Twitter. En kom even een patatje speciaal voor me. En wat paprika chips, alsjeblieft. Wat mis ik dat. Oké, hou nou echt op. Doei. Contract met Justin Timberlake. Hey, what do you say about my boy JT? Damn. Oh, damn.